We gaan naar... Hertogenbosch. Op naar Den Bosch, waar Louise en Roan voor de laatste keer een huis gaan poetsen. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan meemaken. Het laatste huis. Meestal het ergste huis. Bereid je maar alvast voor, ja. Maar we gaan eens even kijken waar we terechtkomen. We zijn vandaag in Hertogenbosch en we gaan poetsen bij... Hallo Louisa en Roan. Ik zou heel graag mijn buurvrouw Belinda voor jullie op willen geven. Belinda. Het probleem is dat Belinda eigenlijk van haar tuin een soort opslag heeft gemaakt van alle spullen die kapot zijn en niet meer gebruikt kunnen worden. Het is eigenlijk allemaal een beetje versleten binnen en ik denk dat met een stukje aandacht dat er toch nog heel veel winst uit de woning gehaald kan worden. Dus kom alsjeblieft helpen en nou ja, zij is er klaar voor en ik eigenlijk ook. Ik zou gewoon super blij zijn. Nou, wij zijn er ook klaar voor. We zijn al onderweg, schat. Jullie, want ze verdient het echt van 100%. Voor een puinhuis kan je nooit klaar zijn. Ze verdient het 100%. Nou, ik heb de juiste kleren aan om te tillen. Nou, wordt weer wat. Ze begon al over de tuin als een opslagplaats. Oh. Ja, het valt misschien ook al mee, dan hoeven we alleen de tuin te doen. Zoals altijd zijn onze poetshelden optimistisch gestemd. Maar het lachen zal ze snel vergaan als ze zien waar ze terechtkomen. Den Bosch, we zijn er weer, voor de laatste keer. Alsjeblieft, mevrouw. Dank je wel, meneer. Kijk, daar begint het al, hè? Het is toch even niet moeilijk om een doekje even... Oh! Zo erg? Dit is niet normaal, dit is niet normaal. Dan komt de stankje tegemoet. En waar kan je dat mee beschrijven? Oh. Met een kat die gestorven is en die zijn eigen ondergezeik heeft. Zo ruikt het. Schat, ja, ik heb mijn mondkapje op. Schat, je kan beter geen mondkapje op doen, dan wen je ook aan de lucht. Nee. Kom, Michael Jackson. Oh. Oh, nee. Maar ze heeft wel katten. Kijk eens daar staan. Sweet dreams are wonderful. We komen naar binnen, zelfs het alarm gaat gewoon af. Moet je eens horen, om die stank die gaat nu de deur uit. Dat gewoon het alarm afgaat hier in dit dorp. Oh. Ja, ik weet niet wat je hier... Want dit behang moet eraf. Dit kan toch niet? Het behang lag alweer op de grond. Ja, dat was kapot. En die vieze kleur paars. En dan staat er ook nog iets over sweet dreams. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je daar lekker kan dromen. Nou, ik wil weg hier. Ja, nou, met die slaapkamer moet gewoon alles eruit. Dat matras is niet meer schoon te krijgen. Dat bed is verrot, dat is gaar. Gewoon alles eruit, toch? Ja, weet ik niet. Als je het mij vraagt, kan je beter het hele huis strippen. Deze kast is gewoon al rijp van sloop. Dat bewaart ze zo al. Kijk. Nou, dat was die dan. Oh, die kan ik nog wel gebruiken. Oh, jij doet gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Die hele tent breken af hier. Ja, ik wel geweldig. Die is gewoon kaafrot, die kaas. Nou, dan komen we op een andere kamer, een soort kantoor. Overal stinkt het naar kat. Wat is dit van vette zooi hier allemaal op de grond? Weer een kattenbak. Nou, dit wordt wel echt een pittige klus nu al. En we hebben nog niet eens alles gehad hier. De moed zakt me in de schoenen, echt waar. Ja, gaan we mensen oproepen alvast. Ik ga meteen even een... We hebben pas drie kamers gezien. Nou, de rest nog. Wat is dit? Oh, ja, komt dat hier geen afzuiging is. Dit is toch niet normaal? Kijk die schimmel daar op dat doek. Oh, vrouw, wat doe je jezelf aan hier? Het is bepaald geen showroom, dit huis, maar het ergste moet nog komen. Waarom staat dit hier eigenlijk? Hier een halve bank met een krabpaal.
Hoeveel krabbalen heeft ze? Een poef, wat is er met die poef aan de hand? Die rent nog net niet weg, zoveel haar groeit erop. Dit kent toch niet, jongen? Oh, wat is dit hier? Serieus, ik ga hier niet zitten of zo, hoor. Ik ga hier echt niet zitten. Oh, ik heb jeuk. Ik heb echt jeuk. Ik neem godverdomme een vlooien mee naar huis, man. Ja, ik moet mijn kleren en het hotel al wassen. Ik vind het wel heel zielig voor die vrouw. Jij niet? Ja, ik snap niet hoe het zover heeft kunnen komen. Ja, ik vraag me ook af waarom het zo is. Ik ben wel heel erg benieuwd wat haar verhaal is. Is ze slecht op been? Is ze depressief? Ziet ze het allemaal niet meer zitten in haar huis? Weet ze niet meer waar ze moet beginnen? Ja, dat is altijd maar weer een vraag. Oh, wat erg dit. Zo'n kleine tuin. Met zoveel rotzooi. Ik ben zo kwaad, hè? Ik kan zo. Ik kan zo. Zo kwaad ben ik. Dit is niet normaal. Ik had er zoveel zin in. Ik zeg, we gaan vandaag het laatste huis. We gaan er tegenaan, maar ik wil naar huis. We moeten sowieso nu een container gaan laten komen. Dus die gaan we eerst bellen. Eén container? Twee dan, of een hele grote. Doe maar drie. Nou, en ik ga heel even wat mensen bellen dat die kunnen helpen. Want dit gaan wij niet redden met z'n tweeën. Nee, zeker niet. Want er is ook nog een berging. En dan weet je het wel. Ja, daar gaan we. Ik denk dat die bom vol zit. Is die groot of valt het mee? Oh, dat loopt nog helemaal door naar die kant. Oh, wat is... wat is dit hier? Een draagbare wc? Oh, godverdamme. Ik hoop dat zij hier gewoon afstand van doet. Zodat het leeg is en dat ze hier haar scootmobiel gewoon in kan zetten. Dan... ik hoop dat ze nergens afstand van doet en dat ze zegt, laat de berging maar voor wat het is. Oh, dat kan natuurlijk ook. Dat is beter. Een grote puinhoop is het in dit huis in Den Bosch. En degene die daar het meeste last van heeft, is natuurlijk Belinda zelf. Ja, als je op een gegeven moment als ik wakker word en mijn bed uitkom, dan zie ik alleen maar troep, puinhoop om me heen. Maakt me verdrietig, maakt me boos. Een hele grote last is dit. Hi. Hi. Hallo. Nou, welkom Belinda. Hoe is het? Zenuwachtig. Hoezo? Vertel. Van wat gaat er allemaal gebeuren? Wat voor vragen ga je stellen? Wat er gaat gebeuren? Ja. Heb je er moeite mee als wij bijvoorbeeld spullen van je weg gaan gooien? Nee, daar heb ik geen moeite mee, want dan is het wel gewoon zo van een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En dat heb ik ook echt nodig. Ja, dat lijkt mij ook. Ik denk als jij in een rommelhuis komt, dat je ook rommel in je hoofd hebt. Ja. En dat heb jij nu. Ja. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Want het is niet natuurlijk alleen de rommel die je ziet. Het is ook het poetsen. Ja. He, de ramen, de raambanken. Overal zie je wel wat viezigheid. Dat klopt. Hoe kan dat? Nou, ik heb een... ik heb een bipolaire stoornis. Een wat? Manisch depressief. Manisch depressief? Ja. Oké. Okay. Eén keer ben ik depressief wat niks uit mijn handen komt. Andere keer ben ik manisch dat ik dus van alles ga doen, maar wat ik niet afmaak. Ik ben Sinti. Manisch. Ja, manisch heb je zigeuners en je hebt ook Sinti's. Oh ja. Ik krijg je toch weer een lachen, schat. En, ik heb ook een chronische darmontsteking. De ziekte van Crohn. Ook nog? Ja. Waar is de Crohn? Ja, die zit ergens in mijn darmen. Die kom ik nog wel ergens tegen. Ja. En vorig jaar woog ik nog maar 41 kilo. Oh. Hoe komt dat dan? Ja, ik viel het alleen maar af. Door die chronische ziekte? Ja. Nou, was dat dan alleen lichamelijk of ook stress of zo? Lichamelijk en stress. Okay. En wat voor stress had je dan precies? Ik heb een ex gehad die niet zo lief is geweest. Die was niet zo makkelijk? Nee. En daar heb je een beetje stress van gehad? Een beetje veel. Beetje veel? Ja. En daar heb je door ook zeg maar alles maar laten liggen, want dat had je... Het werd allemaal te veel. Ja. Het werd je te veel. En de beloftes gekregen van ja, ik help wel mee met opruimen, maar... Dat is er niet van gekomen. Je hebt echt even een schop onder je kont nodig. Even een schone lijn van ons, zodat wij jouw huis weer op orde maken natuurlijk. Schoonmaken, op orde maken. Alles weggooit wat weg kan.
Zodat jij gewoon het bij kan houden ook. Opnieuw kan beginnen. Ja. Nou, dit is wel een hele klus, als gaat. Ja, dat is wel werk in de winkel. Het is een klus. Het is het laatste huis wat we gaan doen, maar ook meteen een hele grote klus. Dus ik denk dat wij maar eens aan de slag gaan. En dat wij gaan zorgen dat het hier weer schoon en alles op orde is. Ja. En hopelijk maken wij je heel blij. Het kan niet erger worden. Het kan alleen maar voorop vooruit gaan. Dat bedoel ik. Ja. Nou, schat. Jij gaat er even lekker een paar dagen tussenuit. Ja. En wij gaan het hier eens eventjes flink onder handen nemen. De roze poetskoets brengt Louise en Rowan tot in alle uithoeken van Nederland om daar waar ze het hardst nodig zijn de helpende hand toe te steken. Bijkomend voordeel, ze komen nog eens ergens. We gaan naar Spijkerpoepen. Och, doe dat normaal. Hier hebben ze het spelletje Spijkerpoepen uitgevonden en de spijkerbroeken. Want we gaan naar Spijkernissen. 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 Spijken. Spijken. Oh, en ik heb Spijkernissen op Instagram. Ik ga naar Spijkernissen. Maar we gaan eerst even kijken waar we nu terecht gaan komen. Want ik ben wel benieuwd wat we hier in Spijkernissen doen. En wat ons te wachten staat. Hi, Louise en Roman. Ik ben Joke. En ik stuur dit berichtje naar jullie omdat ik echt heel dringend jullie hulp nodig heb. Althans, niet ik. Voor mijn dochter Larissa en schoonzoon Erwin. Zij zijn een jong gezin met 4 kinderen. Werken beide. 4 kinderen heeft ze dus en ze geeft haar dokter op. Dat is dan wel weer lief, hè? Wow, dat is die meid anders al 4 kinderen heeft. Ja, ik zou het niet willen, 4 kinderen. Dan krijg je van die westerse salondeurtjes die zo openwapperen beneden. Daar heb ik ook iets aan. En het is gewoon echt heel erg druk. Mijn dochter is mentaal in elkaar gestort. Oh, die dochter is mentaal in elkaar gestort. Bij ons op het kamp, als we er mentaal heen zitten, gaan wij poetsen. Ja, want dat creëert rust in je hoofd. Larissa heeft heel veel moeite met dingen loslaten. Ze kan beslist niks wegdoen, niets weggooien. Oh, ook nog weer zo'n verzamelaar. Ze denkt continu maar dat ze een hele slechte moeder is. En daardoor verwendt haar kinderen schromelijk met heel veel cadeautjes en noem maar op. De kinderen komen werkelijk om in het speelgoed. Ze hebben zo verschrikkelijk veel. Larissa kan nergens afstand van doen. Nou, dat gaan wij wel eens verzorgen, schat. Laat de containers maar komen. En ja, mijn wens voor haar is gewoon dat ze een opgeruimd huis heeft. Dus misschien alsjeblieft kunnen jullie haar helpen. We komen eraan, we zijn onderweg. Nou, als ik zo hoor van moeders... 4 kinderen, dus... Hier praten we helemaal doorheen. Ja. Ik moet toch even wat vertellen. Het is mijn show. Even wachten. Als ik nou die moeder zo hoor, dan verwacht ik vooral veel rommel. Dat is ook wat ze zegt. Er worden spullen verplaatst hier en daar. En er wordt niks weggegooid. Dus ik denk dat we in een bende terechtkomen. Zo. Nou, het valt nog mee met het onkruid. Het is maar 1 stengel, zie je? Nou, huppakee. Oh. Nou, verse genoeg. Welke wil je op bord? Alle oranjes. Ze zeggen, daar krijg je pigment van. Het lijkt wel alsof we hier in het dolfinarium zijn hier. Allemaal aquariums. Daar zitten geen vissen in. Daar zitten weer 100 vissen in. Ik ben ooit eens in het dolfinarium geweest, maar ik vond er geen bal aan. Dan vind ik dit nog leuker om naar te kijken. Daar waren we zo uitgekeken, hier nog niet. Ja. Van alle huizen die Louise en Rowan tot nu toe hebben bezocht... is dit op het eerste gezicht de minst smerige. Een meevaller, zo lijkt het. Oh. Nou, ik vind het hier een beetje rommelig. Maar als je dan verder gaat kijken in de woonkamer, valt het eigenlijk wel mee. Het is vooral heel veel rommel. Ja. Ik weet nu al dat die mensen niet aan tafel gaan eten. Die gaan gewoon allemaal op de bank zitten met een bord vreten. Dat deden we vroeger op het kamp, in de wagen, op een bank vreten. Ja, maar toen waren de wagens nog klein. Dus dan had je geen plaats voor een eetkamer. Kijk eens. Hé, dat vind ik nou echt eens... Dat is de eerste keer dat ik een keuken zie die gewoon schoon is. Nou, de keuken niet, maar ik heb het over het gastenstel.
Tot zover de meevallers. Want als ze verder kijken, zakt de moed bij deze poetskanjer steeds verder in de schoenen. Wat zit daar achter die kas? Het zal ook niet. Oh, weer een puinkast. Weer zo'n vies hok. Muurkasten is nooit iets goeds. Want daar kunnen ze namelijk alles induwen en de deur dicht en je ziet het niet meer. Daarom ben ik uit die kast gekomen. En eenmaal boven gaat het van kwaad tot erger. En ook hier staat weer een kleine vestiging van het dolfinarium. No. Alleen je ziet de vissen niet. Je ziet helemaal niks meer. Ik vind het wel overal weer rommel hier. En je kan amper door. Oh, ik moet naar de wc. Wacht even. Oh, te laat. Pst. Oh. Kijk die wc's gaat. Nou, kijk het plafond. Oh. Nou, daar heb ik een tip voor. Vul 1,5 liter met water en 1 liter bleek. Dan gaat het weg. Nou, de douche, dat is gewoon 1 grote schimmelbok, hok. Ben ik blij dat jij de tip had gegeven. Kan jij dat mooi opruimen? Daar komen gewoon paddenstoelen uit, leek het wel. Van die toads van Mario Bros. Dat is toch nooit gezond voor die kleintjes? Ja, maar dit is ook niet normaal, die wc. Daar kan je kind er niet op lap zetten. Of werkt die niet meer? Nee. Je moet de keukenkast in en een douche. Die vrouw heeft zoveel flessen, shampoos en weet ik het allemaal. Nou. Overal behang. Het zit er op zich nog wel. Ja, hier ben je zo redelijk uit, ja. Dit heb je in 2 uurtjes gedaan. Maar daar ben ik blij om, dat ze toch de kinderen zorgen. Nou, zelfs de kast ziet er toch op zich nog netjes uit, hè? Een beetje gevouwd. Beetje, zeg ik. Nou, de slaapkamer voor de jongens, als we daar opkomen, denk ik van ja. Daar is niet zo heel veel werk aan de winkel. Het is in ieder geval wel mooi om te zien dat ze wel zorgen dat de kamers netjes en schoon zijn voor de kinderen. Misschien is het leuk om Evelien te bellen en een leuke muurschildering te laten maken bij die kinderen daar. Ja, dat is misschien wel een idee, ja. Oh, wat een grote zolder. Ja, dan kom je de zolder op en dan... Ja, het lijkt net alsof je bij Ponypark Slagharen bent. Overal waar je kijkt zie je allemaal van die paarden en noem maar op. Ik vind het wel weer een leuke zolder. Ga je er echt op zetten? Dat is een kinderkamer. Die doen hier toch geen vieze dingetjes? Nee, die plassen alleen in bed. Op zich wel een hele mooie grote ruimte. Ja, het is wel een leuke zolder op zich. Alleen ook heel veel rommel. Heel veel speelgoed wat weg kan, denk ik. Ja. Overal staan. Overal puin weer. Rommel. Overal liggen olifanten, unicorns, paarden. Nee, hier moeten wij gewoon eventjes, denk ik, wat puin weg gaan gooien. Ja? En ik denk dat ik dat met moeders ga doen. Want die weet wel een beetje wat weg kan, denk ik. Ik denk toch wel dat het een grote klus is, hoor. Ik denk wel dat we weer een grote container nodig hebben. Ja, misschien wel 2. Wat moet je toch met zo'n konijn? Doe normaal. Laat dat beest niet vallen of zo. Ga niet gek doen. Daarmee kunnen we ook wel even aaien. Precies. Nee, oh, doe normaal. Dadelijk valt hij. Oh. Oh, die is wel zacht, hè? Ja. Wat een lief beestje. Moet je voelen wat die zacht zijn, man. Dit is zo lekker met rode wijn. Oh. Doe normaal. Hallo. Hé, hey, schat. Ja. Hier is er nog één. Wat? Een konijn. En wat is... Oh. Wat is dit hier? Oh, kijk die frietpan. Oh. We hebben nu dus het hele huis hebben we even geïnspecteerd. En dan denk ik, wat een groot huis. En dan denk ik, het valt nog wel mee. Maar ik denk dat de grootste rotzooi komt als we heel veel weg gaan gooien. Dat we denken, oh, het was toch een grote klus. Tijd om de bewoners er eens bij te halen. Dit zijn Larissa en Erwin. Ze wonen nu zo'n 6 jaar in dit huis. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hi. Ik ben heel erg benieuwd wat hun verhaal is en ja, waarom het zo ver is gekomen allemaal. Zo. Hoe is het met jullie? Goed.
Met jou ook? Ja, redelijk. Met jou redelijk, want? Ja, heel zwaar gehad. Vertel. Ik wist dat dit ging gebeuren. Waarom heb je het zwaar gehad, schat? Ik ben een jaar geleden helemaal in elkaar gestort. Want? Dus, ja, gewoon mentaal. Ik zat er doorheen. Heel zwaar met de kinderen gehad. Dus. Ik begreep ook iets met een ex-vriend. Ja. Die het jou heel moeilijk maakte? Ja, nog steeds wel. Nog steeds? Ja. Moet ik het kan bellen? Nee, dat hoeft niet. Dus, nee. Maar ja, heel erg zwaar gehad met mijn zoontje. Dus heel veel therapieën, testen moeten doen. En ja, mijn twee jongste kinderen zijn ook niet de makkelijkste. Heel druk. Ik ben echt in een burn-out gestort en daarna gewoon helemaal overspannen geraakt. Waardoor je eigenlijk alles hebt op laten stapelen. Ja. Als ik het zo zie. Ja, ja, ik stopte eigenlijk met alles. Ik had er moeite met mijn bed uitkomen. Dus, en daarna probeerde hij het nog wel op te pakken na zijn werk. Maar hij is zelf ook ADHD, dus alles werd verplaatst, zeg maar. Maar denken jullie wel aan jullie zelf dan? Ja, 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 nee. Ik denk meer aan mijn kinderen en aan mijn gezin dan aan mezelf. Yes. Ik begreep ook dat je heel veel je kinderen verwendt. Ja. Maar dan krijg je wel heel veel van... Speelgoed. Ja. Heel veel. Ja, heel veel overal speelgoed. Liggen, dus. Overal zie ik speelgoed liggen, ja. Ik denk wel dat je daar even een keer een streepje erheen moet zetten. Ja. En ja. Dingen weg moet gooien. Want jij kunt ook geen afstand nemen, begrijp ik, van spullen. Nee, klopt. Hoe is dat dan voor jou, omdat wij nu hier zijn voor jou en straks spullen weg gaan gooien? Ja, aan de ene kant wel moeilijk, maar ik weet dat het echt gedaan moet worden. En jullie slaapkamer, het is niet echt dat je zegt, nou wat een lekkere, relaxte slaapkamer. Nee, nee, ik kan ook haast niet slapen. Nee. Hoezo slaap je slecht dan? Gewoon, ik kom haast niet in slaap. En als ik, ja. Omdat het dan door de stress, of omdat de slaapkamer niet rustig is? Ook, en omdat ik ook heel de tijd leg te denken van, oh, ik moet dat nog doen en dat moet nog gedaan worden. En ik moet morgen echt dat gaan doen. En dan doe je het niet? Nee, daar kom ik er echt niet aan toe. Dus. Ik weet eigenlijk gewoon niet meer waar ik moet beginnen, zeg maar. En ik erger me rot aan alle spullen, zeg maar. Ja, wat zijn jouw belangrijke punten waar je echt een erger, waar je van denkt, nou, dat zou ik wel echt opgeruimd en netjes willen hebben? Noem eens drie punten op van, nou, ik vind bijvoorbeeld deze ruimte of die ruimte gewoon heel belangrijk. Mijn keuken, mijn slaapkamer en de zolder, de kamer van mijn dochter. Ja, we gaan in ieder geval ons best doen om jullie gewoon te helpen. Zodat je een schone lijn hebt straks. Een nieuw begin voor jullie. Ja. En dat je het ook zelf kan bijhouden met je mannetje. Ik heb er zin in om voor die mensen te zorgen dat ze een nieuwe, frisse start kunnen gaan maken. En ik ben heel erg blij dat ze ook kinderen hebben, want dan weten we ook dat we het voor de kinderen doen. Ik heb altijd heel erg veel zin in de eindfase. Ja, maar daar zijn we nog lang niet. We zijn pas vandaag hier, man. Lukt het? Lukt wel, hè? Bedankt, jongen. De containers staan klaar. Tijd om aan de slag te gaan. Allereerst worden de vissen in de slaapkamer gered van de verdrinkingsdood. Oh, daar heb ik geen geduld voor. Oké. Kijk eens, meteen een stuk of vijf. Ik snap dat niet, hè, dat die vissen het daar in volhouden. Die verzuipen toch in dat vieze water? Hoe kan een vis nou verzuipen? Ja, maar met zo'n vies water, daar zit toch allemaal viezigheid en dan verzuip je toch? Ik had nog liever zelfmoord gepleegd. Ik was gewoon net zo lang onder water blijven zitten totdat ik verzoop als ik een vis was. Met deze vissen loopt het beter af. Nou, kijk eens. Ze verhuizen naar de woonkamer waar het schone aquarium al voor ze klaarstaat. Ach. Door naar de tuin, waar de rommel zich in de loop van de jaren behoorlijk heeft opgestapeld. Wat kan er weg, ja? Ja, ik denk die velgen. Er zit toch al vier banden onder de auto, dus... En ik zag ook een hele smerige frietpan. Ja. Kan die ook weg? Ja, die kan ook weg. Die mag jij lekker bakken en in de GFT of in die bak gooien. Hij zit nog wel vol, volgens mij. Maakt niet uit. Zet mij dat nou. Wat mag ik nou gaan doen dan? Wat mag je lekker gaan doen? Gaan wij die velgen er eens even in gooien. Gooi maar gewoon erin. Nou, moet er nog iemand velgen hebben hier? Die kan weg. Kun je die echt wegdoen? Ja. Ja. Ja, waarom dan? Hij is helemaal verroest en hij staat alleen maar in de weg. En er is alleen maar ruzie over en dat ding daar ook. Ja, die kan ook weg. Dat ook weg. Ja. Nou, ik vind helemaal niet dat jij een... Dus, nee, maar ik heb er wel heel veel moeite mee. Zo. Hoe voel je je nu?
Ja, rot. Doet het pijn om dat weg te gooien? Ja, want ik weet dat ze er heel graag mee spelen. Maar hij is ook kapot. Hallo. 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 Oh, hey, wij houden even een theekrantje. Goed bezig, jongens. Nou, wietplanten weg. Wij gaan het hier voor jullie verder afmaken. Ja. En jullie gaan er gewoon even vandoor, want anders krijg je het te moeilijk. Ja. Ja, is goed. Heel erg bedankt. Heb er vertrouwen in. Vertrouw ons. En je gaat heel blij zijn, hoop ik, als je terugkomt. Ja, nou, ik denk het wel. Het is in ieder geval beter dan wat het nu is, denk ik. Dus daar gaat het toch. Nou, ik zeg sachet. Ja. Away. Away. Yes. Oké. Doei, doei. Doei. Ik hoop dat we gewoon weer rust krijgen. Dat we gewoon weer met z'n allen gezellig een filmpje 's avonds kunnen kijken met de kinderen. Tot als het rustiger is in huis, dan zal ik denk ik ook een stuk gelukkiger zijn. Dus, en dan zijn mijn kinderen ook een stuk gelukkiger. Hi. Hoi. Kom je helpen? Nou, heerlijk, schat. Kom erin. Schattenboot, wat dag, fijn lieverd. Dat je er bent. Tuurlijk, voor jou altijd. Zodra Larissa en Erwin vertrokken zijn, arriveert Twan. Een vriend van Louisa die komt helpen. Nou, kom maar naar binnen. En met z'n drieën gaan ze als een wervelwind door het huis met maar één doel. Alles wat smerig of overbodig is in de vuilcontainer kieperen. Als Larissa dat eens wist. Nou, we gaan alles weggooien in zakken. Oh, dit is wel even fijn om even een zweet hier weg te halen. Ja. Dat zie je mee dan. Die kunnen wel weg. Ja, dit kan ook gewoon weg. Dit gaan we gewoon naar onder tillen. Ja, dit kan ook weg. Dan hoeven we dat niet extra uit te zoeken. Jeugdje, Mina. Huppatee. Tussendoor komt natuurlijk ook Dobby weer even langs om de was op te halen. Hi. Hey, goedemiddag. Nou, schat, wat fijn dat je er weer bent. Weet je toch? Het zijn nu dit keer geen drie zakjes. Nee. Dus bereid je voor. Oké. Okay. Nou, we gaan allemaal zien. Kijk eens. Oh, valt er wel mee. Ja, vind je? Tuurlijk. Komt helemaal goed. Nou, van. Laten we je even helpen. Nou, gaat dat lukken, Dob? Zeker. Wij gaan dit redden. Drie dagen. We hebben wel ergere huizen gehad dan dit, hoor. Ja, dit is vooral rommel, hè. Maar ja, je weet niet wat je wegtrekt, hè. Dadelijk trek je wat weg, komt er in één keer een spin tevoorschijn. Of je trekt een kastje weg en dan liggen we een en al rotzooi. Dus het is nog eventjes aftasten. Louisa en Rowan zijn onderweg naar alweer een huis dat dringend gepoetst moet worden. Dit keer helemaal in het hoge noorden. Nou, we kunnen dus naar Horen. Horen. Dat ligt ergens bij Friesland. Ligt erg boven. Ja, we zitten op de helft van Friesland. Of uit Horen. Nee, we gaan dit keer in Horen. Dus we gaan nu in Horen. Ja. We gaan in Horen shoppen. Dat is wel een eindje van ons af, hoor. Nee, eerst shoppen, toch? Oh ja, we gaan eerst shoppen in Horen en dan shoppen uit Horen. Horen, here we come. Nou, we gaan eens even kijken. Louisa, Rowan, ik ben Eli en dit is mijn vader Kudoingo. Wij hebben jullie hulp nodig. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben om de twee weken bij mijn vader. De laatste tijd als ik bij mijn vader ben, denk ik echt van wat is het een bende. Dat komt omdat mijn vader corona heeft gehad. Is hij nu heel erg sterk vermoeid. Die man heeft dus corona gehad. Dus ja, dan is je buffel even op denk ik, ja. Zeg het dat je geen conditie meer hebt, Anna. Hij probeert toch wel te werken, maar dan gaat het huishouden niet meer. Dus wij hebben jullie hulp nodig. Wij hopen dat jullie snel als huis komen shoppen. Doei! Doei! Nou, hij werkt dus heel hard, maar daarna heeft hij geen puff meer om het huishouden te doen. Dat zegt zijn dochtertje. Wat een leuk meisje. Ik vind het wel een heel knap meisje. Heel spontaan. Ja, die mag ook al even meekomen helpen. Heel spontaan. Ik vind het echt een fotomodelletje om te zien. Leuk en een knappe vader. Och, och, een knappe vader. Ja, ik vind het wel een knappe vader. Moet je me weer inruilen? Ik ruil jou nooit in, schat. Misschien is het wat voor jou. Het is wel een type voor jou. Ik vind het wel een type voor jou, ja. Ik denk dat jou er wel op kruipt. Ach, dan moet wel eerst het huis schoon, anders gaat zijn jou er niet op. Nou, we zijn 3 uurtjes ongeveer onderweg. Ja, 2,5 uur. Ik hoop dat het lekker smerig is, zodat we kunnen aanpakken. Op naar het huis van de vader van Indy. Op het oog een doodnormaal rijtjeshuis in een doodgewone woonwijk in Horen. Al verraadt de achterkant al iets meer.
Hier gaat Indy dus elke twee weken naartoe. Op bezoek bij haar vader Domingo. Wij gaan naar Flamengo. Domingo. Ja. En de dochter, weet je. En het dochtertje. Eigenlijk moeten de rollen omgedraaid zijn. Moet de vader voor de dochter zorgen, niet andersom. Ja, nou, dat is toch wel lief schattig dat de dochter zegt... ik wil mijn papi even helpen, dat het eventjes schoon wordt gemaakt. Nou, in ieder geval de huissleutel heb ik al. En er komt hier al een lucht vandaan. Dus ik ben benieuwd hoe het er bij papi Chulo uitziet. Papi Chulo. Even de sleutel eruit pakken, die kan in de auto. Die hebben we niet nodig, mijn tasje. Hier. Maken we de deur open en dan ga ik met mijn verbouwde neusje even ruiken. En dan denk ik, die neus van mij had veel meer verbouwd moeten worden dat ik niks meer rook. Want dit was me toch een lucht wat er naar buiten kwam. Oh, een luchtje, ja. Kan het dat hij zo stinkt, hé? Ik ruik vreten, pannen, rotte muizenlucht. Ik weet niet wat ik allemaal ruik. Natte waslucht, eigenlijk. Ik weet gewoon echt hele vieze lucht. Ik vind het altijd zo zweetsokkenachtig wat je ruikt. Ik kan het niet tegen die lucht. Wat is dit voor lucht? Oh mijn god. Gooi die raam open dan. Oh. Ik voelde gewoon mijn kots omhoog komen. Zo'n vieze lucht hangt daar. Het is gewoon niet normaal wat er van lucht hangt. Ik heb mijn neus bewust al dicht gehouden. Als ik jou zie kotsen, dan weet ik al hoe laat het is. Oh. Oh, ik moet uit die keuken hier, jongens. Ik kan het niet. Dan krijg je dan een lopen. Het zit gewoon vastgerot hier. Ik vraag me af of die ijskast het nog doet, want het stinkt in die ijskast. Dat is niet normaal. Hij had in ieder geval wel al de diepvries opengezet, zag ik. Dus die moeten we gaan schoonmaken, want die zit gewoon ram onder de ijs. Het is net je kreeg de lade ook niet meer open. Nee, de lade ging niet meer open. Ze zat allemaal eten en volgens mij is het ook allemaal niet meer goed, denk ik dan. Ja, de stekker heb ik dus uitgetrokken, dus dan kunnen we die straks eerst leegmaken en dan schoonmaken. Kunnen we die lekker schoonmaken? Even kijken. Oh. Gewoon een mossel hier. Gadverdamme, en die oven dan. Oh. Kom eruit hier, ik vind het vies hier. Zelfs de kraaien hier zijn helemaal overstuur van die lucht, omdat we die deur hebben opengemaakt. Beginnen de kraaien spontaan te kraaien hier, hoor eens. Helemaal overspannen zijn die vogels hier van die lucht. Boah, kijk die frietpan hier dan. Oh, ja, die gooi ik weg. Ik wou net zeggen, ik zou die niet meer schoonmaken, hoor. Oh, mijn bloody hell, what the fuck. Je ruikt de schimmel gewoon, ja. Dat is zo niet normaal. Dan gaan we naar het bijhok, berging, ik weet niet wat het is, schimmelhok. Ja, letterlijk een schimmelhok. Letterlijk een schimmelhok. Dat is gewoon zwart van de schimmel tegen de muren. En dan die was, wat moet hier dan mee? Nou, dat moet of mee naar Dobby of dat gaat de puin op. Oh. Nou, dat moet... Niet doen! Bah. Nou, ik snap nu wel waarom die dochter hem opgegeven heeft. Jij niet? Ja. Ik vind sowieso, kinderen horen niet in een vies huis te zijn. Kinderen moeten gewoon in een schone leefomgeving zijn met gewoon regelmaat, regels, schone dingen. Gewoon een normaal huishouden. Je geeft je kind ook je opvoeding mee. Hè? Dus als het thuis niet gepoetst wordt, dan gaat hij dat later of zij dat later ook niet doen. Ja, dat wil je toch niet? Wat is dit? Waarom doen wij dit eigenlijk? Komen we in de tuin? Nou, als... Dan komen we in de tuin. Dan komen we in het oerwoud van Tarzan en Jane. Die raken nog net de weg niet kwijt, volgens mij, daar. Ik weet het niet. Maar dat is geen tuin. Nou, het zullen je buren maar zijn. Daar kennen de kinderen toch niet spelen? Allemaal vliegen hier, dat moet toch iets rotten hier? Er ligt iets doods in. Doe het er dan. Maaien weer. Weer vieze maaien. Oh, er ligt een hele bak met maaien. Ja, fijn. Oh, kijk dit hier nou liggen. Die stofzuiger moet je nog gebruiken. Je kotst gewoon over de kabel. Oh. Wat is dat voor scheurtje daar dan? Laat mij er eens even bij dan. Kijk uit. Kijk uit. Er stond ook een... Man, een scheurtje. Ja.
Een scheurtje. Een scheur wat er van over is. Ik denk dat het door de corona ook kapot is gegaan. Een scheurtje heeft ook corona gehad. Ja. Dat kan je zo in elkaar trappen. Ja, kijk, je kan van die kleine naar die grote springen. Nou, hier kan in ieder geval wel alles weg, hoor. Zou je maar buren mee zijn, die puin hier. Laat maar gewoon een container komen, alles kinderen. Ik trommel even een paar mannen op, echte mannen. Gewoon alles eruit gooien. Grote, stevige mannen die kennen tillen en die alles in die container kennen gooien, of niet, schat? Goed, minder werk voor mij. Ja. Gelukkig voor Louise en Rowan lijkt het in de woonkamer behoorlijk mee te vallen met de rommel. Ik vind het goed. Er valt meer en veel meer te doen in die tuin en die keuken. De woonkamer. Nou, de woonkamer die gaat dan op zich. Ja, als ik die muur zie, denk ik, oh, lekker fris. Maar kijk ik naar rechts, dan zie ik daar een vogelhok met weet ik hoeveel bergen zaad daar. Oeh. Oh, kijk nou eens hier. Dit is niet van één dag, hè, meneer? Dat moet je toch gewoon opruimen? Hij houdt wel van dieren, dat is dan wel weer leuk. Die twee vogeltjes kan je beter vrijlaten in de natuur, want die gaan daar ooit een keer kapot van die lucht die daar hangt. Aan de slag. Maar natuurlijk niet zonder Louisa's nicht Johanna. Och, jo, daar ben je. Ja, ik ben schattenboot. Lekker ruikt. Ja. Heerlijk, man. We gaan meteen even de was doen, schat, want de was moet meteen mee. Dus we gaan de was even een tasje. Je wordt meteen aan werk gezet, hoor. Ja. Je krijgt geen rondleiding. Ja, het is dan toch weer een vrouwtje waarvan ik denk, die verdient het dan ook wel weer. Net zoals John, vond ik zo'n leuke gast. Dan vind ik dit ook nog weer echt een vrouw waarvan ik denk, hier gaan we het voor doen. Ruik in slow, ik zweer het jou. Echt, daar kan je toch niet op slapen? En ik denk, als je gaat slapen, ben je zo weg. Want wij willen die vrouw die zo onrustig in de hoofd is, gewoon zorgen dat het rommeltje wat in haar hoofd zit en in het huis zit, weggenomen wordt door ons. En eigenlijk ook te zorgen dat ze toch van haar tuin kan genieten als ze op straat durft, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja. Even die transgender schouders eronder en huppakee. Ja? Ja. Rustig mijn hand aan, ik zieke neus. Zodra de was in de groene zakken zit, begint het volgende project. Het verplaatsen van de scootmobiel. Oh, no. Ben je verzekerd? Ja, maar jij denkt, jij vindt het ook altijd leuk op de kermis in die botsauto's. Ja, dus, ik vind dat leuk auto rijden. Alleen ja, ik ken het niet zo goed. Dat heb ik gezien. Ik zeg, nu snap ik ook echt wel uit dat jij nog steeds je rijbewijs niet hebt. Jij hebt ook, denk ik, 10 mensen dood kunnen rijden in die tussentijd. Zo, jij hebt ook plaats. Ik vind het wel leuk, zo'n scootmobiel. Ik zou met zo'n scootmobiel zou ook over land en zee rijden, echt waar. Vriendinnen Pippi en Davy komen ook mee helpen. Waar is het feestje? Leuk! Ik had je helemaal niet verwacht. Nee, hè? Hey. Kom je helpen? Ja. Ja? Oh, leuk. Wat heb je mij niks gezegd? Pippi en Davy, die komen ook even helpen. Het zijn vriendinnen. Het zijn van onze stapvriendinnen. Ja. Stappen kunnen ze wel even vergeten, want de dames worden meteen aan het werk gezet. Eén probleem, de container is er nog niet. En dus wordt alles zo lang op straat gezet. Nou, als je hem hier neer gaat zetten, dan moeten we daar alles opzij zetten, hè? Die container moet goed komen, dit is dubbel werk. Ja, de container is wel wat aan de late kant. Maar het was hetzelfde als winkelen, daar heb je ook 3 keer de boodschappen in de hand. En dat hadden we hier ook nog gewoon. Ja. Dus, toch? Oh, dat is wel een goede uitspraak. Ja, toch? Ja. In de winkel heb je dat ook 3 keer na. Ja, en dan loop je toch terug voor die koekjes. Hoezo? Ja, of wasmiddel. Oh, nee, maar dat bedoelde ik niet, man. Je leidt toch in en dan moet je weer op de band. En op de band weer naar de auto, van de auto weer naar huis. Oh, ik denk, je moet 3 keer kijken voor wat je pakt. Oh, ja, hallo. Zo dacht ik het. Nee. Ik zit dan wel eens, dan ga ik naar de knabbelspek. Nee, niet. toch weer terug. Nee. En dan heb ik hem 3 keer vastgehaald en dan pak ik hem toch. Oh. Dat dacht ik. Oh, oké. Okay. Maar jij bedoelt iets anders, ja. Omdat er serieus wat werk verzet moet worden, heeft Louisa ook de hulp ingeroepen van 2 echte werkpaarden. Obesia Grande en Amnesia Grande. Wat zien jullie er fabulous uit om hondenstront op te ruimen. Thank you. Heerlijk.
Er is hulp onderweg. Nee, wat een loeft, jongens. Niet te doen. Hey, dat, kunnen jullie zijn we lekker bezig. Oh. Ja. Oh, de slakken, alles. Daar gaan we. Terwijl met man en macht hele en halve meubels de straat op worden gesleept, is Roan samen met Pippi aan zijn vertrouwde klusje begonnen. Het in de grondverf zetten van de muren die geschilderd moeten worden. Heel rustgevend als je bedenkt wat je buiten allemaal tegen kan komen. Ja! Hier, pak. Weet je die? Nee. Een pad! Kom maar. Maar ik zet die tafel opzij. Ja, kom maar, kijk uit. Hey, dat is wel een super glasplaat, man. Echt, hè? Ik had zin om even gek te doen. En, ja, toevallig stond die tafel daar. En dat doe je normaal niet, hè? Nee. We hebben het al 2 keer geprobeerd om die tafel kapot te maken. Het lukte gewoon niet, dus ik denk gewoon die zwaan erop. Oeps. Oh, wat deed jij? Ik denk dat ze een nieuwe tafel nodig heeft. Och, wat fijn dat je er bent, schat. Kijk eens wat ik hier weer heb. Oh, super. Nou, gaan we weer meenemen, toch? Ja, dat jij zorgt dat het weer fris en fruitig wordt, hè? Uiteraard. Zullen we even helpen, schat? Kunnen we bij afloop ook onze kleding meegeven, want op de volgende keer dan meenemen. Ik sting een uur naar de pis. Ja. Nou, dat waren ze. Ja, wij gaan weer snel verder, want anders krijgen wij het niet af. Wij gaan het wassen. Tot woensdag. Tot woensdag weer. Top. Bedankt. Doei, doei. Hi. Dobby is nog niet vertrokken, of daar is de lang verwachte container. Ja, jongen, doe maar, jongen. Kom maar, doe maar. Ietsje weer naar achter. Ja, oh, ja. Perfect. Bedankt, jongen. Zo, laten we meteen de puin erin gooien. Flikkert gewoon, is helemaal rot, flikkert uit elkaar. Ja, kijk, dat is veel beter. Oh. Ah. Ja. Zo, ja. Trappen met je. Hopla. Weer of geen weer, herrie of niet, Roan schildert rustig verder. Hij is aan de paarse slaapkamermuur begonnen, terwijl de dames iets verderop de berging uit moeten kammen. Nou, kijk eens. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met deze doos. Want je weet gewoon niet meer waar je moet beginnen. Oh, dat is helemaal geen doos. En hoppakee. Ik hoop niet dat het er wintergarderobe was, want als ze nu de zomergarderobe binnen had liggen en de wintergarderobe in de berging, dan is dat nu weg. Helaas, pindakaas. Sorry. Dit hier allemaal pakken, ja. Zo. Wat een muis! Oh, dat is onze eerste muis, joh. Is dat echt? Ik wil stil zitten, hè? Hallo? Oké, scherm dood. Is hij dood? Ja. Dit is een echte muis, joh. Die berging is nou leeg. Dus eventjes zuigen in die berging. Zo, dit is ook weer klaar. Hartstikke idee.
de hoogste tijd om eens te praten met de man des huizes, Domingo. Hey. Hallo. Hey. Hi. Hey, je bent Domingo. Nou, Domingo. Ja, zondag. Domingo toch? Zondag, ja. Klopt. Het ziet er goed uit. En ik denk ook wel dat hij heel aardig kan zijn. Het is wel een charmeur. Dus een charmeurtje. Ik denk ook wel een beetje een playertje, als ik hem zo zie. Ik denk wel dat hij van vrouwen houdt, ja. Ja, hij houdt wel van vrouwen. Dus ik denk niet dat hij van mij houdt. Hoe is het? Ja, goed, ja. Ja? Ik begreep dat je toch wel een heftig verhaal hebt. Dat je last hebt gehad ook van corona. Ja, half jaar geleden. Wel corona gehad. En gewoon was ze helemaal kapot. En geen zin om te niets te doen. En toen vind ik ook een beetje zielig voor mijn kinderen. Hé, hey, Indy, sorry dat het huis een beetje zo vies is. Maar ik heb geen kracht. Ik voel me niet goed. En mijn werk, ik doe mijn best. Want ik moet. Wat voor werk doe je dan? Ik ben bij een fabriek. Productiemedewerker bij een fabriek. En dan moet je nog koken? Of? Ja, koken. Nou, na de corona. Daarna was ik bij haar. Ik heb gewoon niet meer gedaan. Mijn zoon wel, want mijn zoon sportte hard. Ja. Alle rommel staan er voor hem, want hij kookt veel voor ze. Dus jouw zoon maakt die rommel? Ja. Ja, want ja, ik heb geen zin. Ik ben altijd weg. En toen ik probeerde met hem te praten, maar hij blijft door en woorden en alles. Weet je, hij is een beetje niet netjes. Nee, dat heb ik gezien. Ja. En jij zegt er niks van? Sorry? Jij zegt er niks van? Jawel, vroeger wel. Vroeger, ik praatte de hele tijd. Je moet gewoon zeggen, opruimen, ja, anders papa slaagt. Ja, ik heb ook gepraat met hem, vaag, en met help ook voor de gemeente. Om te proberen een beetje te helpen, maar hij blijft hetzelfde. Ik vind het heel goed van je dochtertje, ja. Van Indy, ja. Dat zij jou opgegeven heeft, ja. Omdat wij het hier dan kunnen aanpakken. Want dit kan gewoon niet voor kinderen. Nee, ik was al in het begin een beetje een vijfel, maar daarna dacht ik, oké, weet je, ga maar doen, want ik heb help nodig. Omdat, ik kan niet allemaal doen. Dan gaan we beginnen. Ja, is goed. Zo. Ja. Nou, dan gaan we hier beginnen. Ik weet niet wat er allemaal ligt en wat je er allemaal mee wil. Ja. Wat je wil houden, dus wat je gewassen wil hebben, kunnen we hierin doen. Wat we wassen, moeten hier doen. Ja, en wat je niet wil wassen, wat je weg wil gooien, kun je dan laten liggen. Laten. Gooien we oké. Okay. Ja, kijken. Dus als je zegt, kan weggegooid worden. Ik heb hier niet veel, hoor. Dus allemaal kan weg. Eigenlijk wil je alles wegdoen. Ja, precies. Ja, bijna alles. Is het maar één zak dus? Ja. Dus allemaal. De rest gooien we allemaal in de container. Ja, precies. Dan moet het allemaal weg. Het is wel heel makkelijk dat deze man zegt, gooi alles maar weg. Dat vind ik makkelijker dan dat iemand zegt, nee, dat wil ik even checken. Dat moet blijven, dit moet blijven, dat tekeningetje en dat kroontje moet blijven. Het is ook veel fijner als je dat kan doen, want dan is alles leeg. Nou, dan is dit nu vol. Deze is gevuld, dus deze kunnen we al aan de weg zetten. Die wordt dadelijk opgehaald. Ja, mooi. En dan wordt dat voor jou gewassen en gestreken. Die magnetron en die frietpan, wat maakt ermee? Ja, dan maar weg. En die ook. Gelukkig voor Louise en Roan is er ook vandaag weer hulp onderweg. Geheel in stijl, rechtstreeks van het woonwagenkamp, zanger en vriend Antonio. Nou, kom op. Ach, daar is die toch. Sorry, mijn echte man. Je zegt, kom leuk in de glitters. Kijk hier. Je moet showen. Met de lekkere slippers. Ja, ik zou zeggen, schat, er is genoeg hier. Dus pak wat je kan tillen en gooi het in de bak. Ik ga eerst even schoenen aantrekken, denk ik. Ja, als ik daar de eerste hulp. Doe die Cinderella hakjes maar even uit, schat. Ja, dat ga ik wel even doen, ja. Wat vind je ervan? Nou, toen je me belde, dacht ik, ja, ik ga je even helpen natuurlijk. Maar toen ik aankwam, dacht ik echt, dat heb ik nog nooit gezien. Je gaat gillend naar huis. Ja, dat had ik echt, ja. Nou, dan zou ik zeggen, pak maar wat je kunt en dan gooien we dat weg. Ja. Serieus? Eén plankje? Dat ga ik door mijn rug. Oh. Eigenlijk wel natuurlijk. Ja. Zie je allemaal binnen bij je, hè? Ja, kijk. Iemand een doekje. Oh, stel je aan, doekje. Ik had echt nog nooit zoveel troep en zoveel stank en zoveel ellende gezien. Dus ik kan je niemand bellen voor het volgende huis? Jawel, want het is voor een goed doel, dat is het probleem niet. Maar ik keek er wel van op. Ah, ga ik op. Zo staan? Weet het toch? Ja. Stel een gesmeerde gezicht eraan. Ik moet nog wat doen. Stel je erboven. Nou, je lijkt wel. Kijk uit, man.
Dus ik denk, ik trap even alles lekker kapot. Ik zeg, alles kan kapot, alles. Want dan ben ik echt Sindel. Sindel. Dus met die zwarte haren, die kan schreeuwen. Je kan beter zeggen, Bindel. Wat is dat? Ik ben dood. Nu de tuin is opgeruimd, is het tijd om afscheid te nemen van Domingo. Zo, jongens. We hebben hard gewerkt. Ja, bedankt voor de help. Ja. Ja. Nou, we zijn nog niet klaar, hè? We gaan nog beginnen. Ja, jij bedankt voor het helpen en rust lekker uit. Tot woensdag, toch? Goed. Ja, nou, dankjewel. Goed thuis, wij gaan nog even door. Nou. Ja. Tot woensdag. Tot woensdag. De vieze was wordt weer opgehaald door de groene vrienden. Zo, hoe is het in Horen? Ja, vies. Nooit fris en fruit, hè? Nee. Alleen... Och, wat doe je nu? Nou, ik heb geen zin om te reinigen. Hé. Hey. En nu? Hij is al zo vaak gebruikt. Dan moeten we even omlopen. Even omlopen. Nou, doen jullie even de zakken in de bus gooien. Nou, dan zie ik je woensdag weer. Tot woensdag. Tot woensdag. Bedankt, hè. Hoi. Doei. Dan gaan we snel naar binnen, want daar is nog meer dan genoeg werk te doen. Om te beginnen in het washok. Nou, schat, dit kan allemaal de container in. Dus dat gaan we even vullen met zakken. Ja. En dan gooien we dat allemaal in de container. Dat is goed. Je wilt oppakken, dat je dat in het gezicht krijgt. En in de mond krijgt. Het was gewoon vies. Ik deed elk ding wat ik oppakte, dacht ik, oh, dat zit al ik aan me. Of... Voor je weet springt er een muis onderuit of wat dan ook. Het was gewoon vies, verrot en smerig. Ik kreeg kippenvel, ik werd misselijk. Ik kon me overgeven. Ik ben er gewoon uitgegaan. Ik denk, ik stop ermee. Ik vond het genoeg. Ik vond het echt vreselijk. Wat is er nou? Ja, nou als jij die twee zakken pakt, pak ik die frietpan hier. Die is nog... Of wil je die hebben voor oud ezel? Oh. Oh. Nou jongens, zal ik voor jullie een bitterballetje bakken? De poetsploeg is natuurlijk pas echt compleet als ook Louisa's nicht Jo is gearriveerd. Je komt als geroepen. Gelukkig. Sweetie. Ja? Hier. Oh, ik heb je nog niet eens zien aankomen, Jo. Nee. Heb je de eerste prijs gewonnen? Jazeker. Jo is de zolder opgekropen om ook daar orde op zaken te stellen. Nou, wat kan daaronder? Kom, geef me even wat dozen aan. En dat kan toch ook uit de raam, man. Even rustig aan. Hoe wil ik dit doen? Ja, dat bedoel ik. Eigenlijk wilden we alles één voor één via de trap naar onder laten gaan. Maar ik zag het raam en ik dacht... Ja, dat ging wat sneller. Dan waren ik zag het licht. Ik zag het licht. Je zag het licht. Ja. Nee. Nee, dat hoeft niet. Alles gooiden ze uit het raam. Dat was het makkelijkste manier. Dat is allemaal gypsy, hè? Hoe makkelijker, dat doen ze hoe op beter. Ook, hè? Ja. Alles uit het raam. Ik weet niet wat erin zit.